En wat heb je eraan als bewoner om lid te worden van de bewonersvereniging? Wat je eraan hebt, nou, dat hangt er een beetje vanaf waar de bewoners hun prioriteiten stellen. Hè. Wat vinden ze belangrijk? Maar in het verleden hebben we wel aardig wat dingen voor elkaar gekregen. Ze zijn bijvoorbeeld een stichting fietsenstalling gekomen. Dus achter de Albert Heijn staan er nu 5 fietsenstallingen. In de ketel staat een aantal fietsenstallingen. Nou, dat is mede ontstaan. Dat is een zelfstandige stichting ondertussen. Maar op initiatief van de bewonersvereniging in de zin van de vraag naar we kunnen onze fiets niet kwijt. Dus toen is die stichting opgericht. Dat is mede dankzij de inzet van de bewonersvereniging is dat tot stand te komen. Bijvoorbeeld ook speelterreintje op de baan, hoe het wordt ingericht. Overleg met de bewoners regelen. Nou, daar is de bewonersvereniging kan daar heel goed voor gebruikt worden. Dus dan nodig je de mensen uit, ga je met de gemeente praten. En zodra er geld is, kan het aangelegd worden. En het ligt daar nu alweer 15 jaar. Maar zo lang bestaat die bewonersvereniging al. Die bestaat al sinds begin jaren 70.